Intussen staan hier naast mij Eden en Gustav, de twee hoofdrolspelers van de film. Hoe is het met jullie? Goed, en met u? Ja, goed, dankjewel. Hoe ervaren jullie deze avond? Het is ontzettend leuk. Het is altijd leuk om een rode loper te komen. En ja, het is, ik weet niet hoe leuk met al die bloemen en zo. Hij had het helemaal niet verwacht. Dus ja, het is enorm leuk. Ja, het is wel leuk om na Cannes weer eigenlijk een beetje dat souvenirtje terug te halen. Dus dat is echt geweldig om weer te herbeginnen. Dus dat is geweldig. Ja, het is wel een late avond. De film moet straks nog beginnen. Dan is er nog een afterparty. Hebben jullie morgen vrij van school gekregen? Of hoe zit dat dan? Eigenlijk helemaal niet. Dus ja, dat gaat wel een beetje vroeg zijn voor de morgenochtend. Maar ja, het is niet zo erg. Ik kom eigenlijk ook nog nu van school. En morgen moet ik weer naar school. Maar dat gaat wel lukken. En wat zijn jullie leeftijdsgenoten? Wat vinden zij ervan? Hoe beleven zij dat dan? Van mijn klasgenoten en zo. Ja, ik heb al mijn klas is wel heel blij voor mij en zo. En ik heb een paar vrienden hier uitgenodigd. Dus ze gaan de film vandaag kijken en ik ben daar heel blij mee. En ja, maar al mijn klas is heel trots op mij en zo. En dat is altijd leuk om te horen. Ja, mijn klas is ook gewoon super enthousiast. Allee, iedereen is echt gewoon achter mij. En dat is ook altijd gewoon leuk dat je gewoon iedereen je de kans gunt om het te doen. En dat is gewoon super leuk. Als jullie heel groot mogen dromen, wat is iets dat jullie ooit willen verwezenlijken? Is dat een Oscar winnen of is dat met iemand specifiek samenwerken? Ja, ik zal zeggen ja, een Oscar voor best acteur. Een heel grote droom, denk ik. En ook zo, denk ik, mijn grote droom is om met Leonardo DiCaprio te spelen. Dat is wel echt de top, vind ik. Ik zou met Tom Hanks in een film willen spelen. Ja, als dat gebeurt, dan is mijn leven gedaan. Dan is het goed. Ik heb ook nog 5 vragen voor jullie, maar daarvoor heb ik wat props mee. Voor het antwoord mogen jullie de hoofdjes omhoog steken van de persoon bij wie het beste van toepassing is. Bijvoorbeeld, je mag naar de camera dan richten. Ja. Wie was het meest zenuwachtig op set? Ik was niet zo zenuwachtig. Ik was helemaal niet zenuwachtig. Oké, in het begin waren wij allebei heel zenuwachtig. Maar ik was vooral zenuwachtig voor de emotiescènes, dus ik ga wel een beetje mijn naam zeggen. Maar voor de rest waren we allebei wel. Ça va. Oké, dat is ook wel waar. Wie barstte het meest in lachen uit tijdens de opnames? Wie heeft voor de meeste bloopers gezorgd? Ja. Mijn mama die in de film speelde, haar stem was helemaal kapot. En die was zo iets aan het zeggen en ik kon mij niet inhouden met lachen. En zo, ik was een klein beetje boos, maar dat is wel grappig op het einde. Dus ja, dus ik was heel de tijd aan het lachen. Ja. Hij lacht gewoon. Ja, soms is hij echt van, ja, laat wel, ik kan het niet. Opnieuw. Maar hij heeft het jullie altijd vergeven op het einde van de dag? Ja. Ja, ik denk van wel. En ik hoop het. Wie was het meest emotioneel tijdens de laatste draaidag? Ik was aan het wenen. Ik was zo, elke draaidag was ik er. En dan opeens, de laatste draaidag, was iedereen zo, it's a wrap. En ik was zo. En ik kon eigenlijk niet verlaten. En ik was een beetje aan het wenen. Een beetje hard. Ja. Maar hebben jullie achteraf nog iets samen gedaan? Niet echt eigenlijk, maar wel elkaar gezien zo voor Cannes en zo. En ook zo berichtjes gestuurd en zo. Dus ja. Ja, jij was er niet op de laatste draaidag. Ja, nee, maar toch mijn laatste draaidag was wel echt zo van, oh, het is gedaan. En dat is echt jammer. Maar kijk, ja. Alles goed op het einde. Wie gaat er het eerst een Oscar winnen? Lucas. Ja, hij is onze Oscar-inzending voor België, hè, dit jaar. Ja, ik denk Lucas voor beste regisseur of zo. Of zo beste film van het jaar. Sowieso. Ja, sowieso. Hij verdient dat ook gewoon. Dat is wel waar. Dat is heel lief. Wie gaat er vanavond het hardste feesten? Nee. Ja. Ja, ik denk van wel. Want normaal is het niet, mag ik dat niet zeggen. Maar als Lucas zo 1 of 2 zo drankjes drinkt, dat is helemaal gek. Dan begint hij zo te dansen en zo. En dan is dat kei grappig. Dus ja, ik denk dan Lucas. Ja, sowieso. Geweldig. Want ja, jullie feesten, morgen nog school. Hoe hard gaan jullie inhouden vanavond? Of, maar ik denk gewoon dat we een beetje. We gaan gewoon vooral genieten. En dan morgen zullen we wel zien als we te moe zijn. En dan zien we wat morgen gebeurt. Ja.
Zalig. Ik heb ook nog vragen die ik helemaal niet in de hand heb. Die komen uit de kauwgombalmachine. Oei. Jullie mogen elk een muntje nemen en een vraag nemen uit de kauwgombalmachine. Een enge vraag. Een enge vraag. Ik ben bijna klaar. Oei. Ze zijn heel hard ergens anders. Ik ga nog één vraag hen laten stellen en dan kunnen jullie door naar VTM. Het is een drukke avond, hè, voor jullie. Heb je ooit gehuild tijdens een film? Welke? Close. Nee, grapje. Ik weet het eigenlijk niet. Jij hebt gehuild tijdens een film, kun je nog herinneren? Mr. Fantastic of zo. Ah, daar heb ik gehaald. Voilà. De vraag is, waar is de laatste? Oh, dat is dezelfde. Ah, kijk, dan hebben we het antwoord meteen. Okay. Ik ga jullie laten, jullie zijn verwacht bij het VTM-journaal. Dikke merci. Dankjewel. Dat jullie hier zijn. Geniet van jullie avond. Jullie hebben het echt fantastisch gedaan. Ik heb een uur lang gejankt. Echt waar. Dikke merci. Dankjewel. En tot de volgende. Je mag het meenemen als je wil.